beste mensen, welkom bij deze korte video. Vandaag gaan we dus even iets uittesten. Ja, dat is namelijk een test met de GoPro. Hier zie je een glas water, hier zie je een, hoe heet dat eigenlijk, waterproof of hoe heet dat, watercase. Ze zeggen dat de GoPro zonder zo'n ding onder water kan, dus dat gaan we nu testen. Oké mensen, daar gaan we dan. De GoPro die is aan het opnemen. Godverdomme, ik durf het echt niet. En zoals je ziet, hij is onder water, maar hij flikkert nog steeds dat hij aan het opnemen is. Dus, what? What the fuck? En we halen hem eruit en hij filmt nog steeds. What the fuck, mensen? Nee, even zonder grap, kunnen we dat nog uitzetten? Nee, mensen, dit is echt geen grap. Dit is geen grap. Mensen, ik had echt verwacht dat het ding echt gewoon kapot zou gaan. Ik meen het serieus. Dat ding kan gewoon echt serieus zonder waterkees onder water. Dat is echt, what the fuck? Dat is echt niet normaal. Dit is gewoon niet normaal. Maar ja, evengoed, ik zou het toch aanraden om een... zo'n watercase te gebruiken. Waarom? Misschien dat hij op een gegeven moment stopt met opnemen als je die onder water houdt de hele tijd. Tja, en als je bijvoorbeeld in een waterglijbaan zit, ja. Het is zonder case te doen, dan kun je makkelijk vloggen, maar die kun je er zo uithalen weer. Het werkt dus mensen, maar ik zou het even goed aanraden om dit ding te gebruiken. Dan draai je gewoon de lens af van de GoPro en dan zet je deze erin. Ja, dan zet je... de GoPro daarin en dan is hij altijd sowieso beschermd tegen water als er bijvoorbeeld een klets komt van water of een splash van weet ik niet hoeveel. Ja, dat de GoPro dan altijd wel beveiligd is van, want ik weet niet of dat echt heel goed is wat we net hebben gedaan. Maar ja, in ieder geval, het werkt dus wel. Laat even een like achter en dan zie ik jullie de volgende keer. Later!